En we zijn live. Ik uh, speel mijn intro nu af. Dat is mooi. Fantastisch. Een hele goede middag, wawel. En welkom bij What's Next Crypto. Bij een live sessie: een live market outlook. Zoals ieder ander, of in elk geval een kleine variatie ervan. Ik wil iedereen een fantastische zondag wensen met iets minder mooi weer. Eerste dag regen sinds ik in, uh, in Nederland aangekomen ben, dus dat is wel jammer. Maar goed, de crypto markt ziet er beter uit, dus dat is mooi. Laten we vandaag even gaan kijken. Ik wil even beginnen met een aantal entries die we hebben gecalled in de premium. We hebben natuurlijk niet echt technische calls gegeven. Ook met dat we nu twee nieuwe traders hebben toegevoegd. Hebben we nog niet echt kunnen callen. En dat is natuurlijk omdat de market environment op Bitcoin momenteel niet echt een richting heeft gekozen. nog. En de strategie van Evan die heeft nog geen trades gegeven, behalve één, één entry. En onze Dutch elite, die. Uh, <laughs> ik had hem bijna per ongeluk zijn naam uh, exposed. Maar onze lieve Dutch elite, die heeft ook uh, nog geen trades gevonden. Die is ook bezig met zijn nieuwe baan, dus. We moeten nog eventjes geduldig blijven. Maar we hebben wel gezien dat met de hold-portfolio's er een paar mooie inschaalpunten bij zaten. Ik ga hem even kort doorlopen. Dan gaan we naar Bitcoin toe. En dan gaan we kijken of we nog wat andere altcoins kunnen analyseren op deze mooie zondag. Nou, laten we beginnen bij Phantom. Phantom is een play die ik echt wel interessant vind om even te onderstrepen. Hij heeft nog niet exact uitgespeeld zoals ik. ...verwacht dat hij gaat uitspelen... ...maar het is wel goed om eventjes erbij te pakken... ...want bij Phantom zagen we namelijk... ...een grote move naar beneden toe... ...vanwege een fundamentele ontwikkeling... ...die fundamentele ontwikkeling was... ...dat Andre... ...Andre... Crungy, ...die ging stoppen met zijn involvement... ...binnen het project... ...en omdat hij ging stoppen... ...reageerde de markt daarop... ...en dat is dus één persoon... ...die niet super involved was die vervolgens uiteindelijk uit het project stapte. Nou, waarom vind ik dit nou zo belangrijk om deze er even bij te pakken? Dat is omdat wanneer je handelt in de cryptomarkt... zijn er enorm veel emotionele beslissingen die meegetrokken worden in de markt. Dus een, een kleine ontwikkeling voor een project... kan af en toe overtrokken worden naar beneden toe. Omdat mensen angstig zijn en dat ze niet heel goed begrijpen wat er nou precies gebeurt. Dat zagen we nu dus ook bij Phantom in mijn optiek. De ontwikkeling was namelijk dat... Een van de één van de developers dus ervoor koos om te stoppen met het developen van het project, was al een tijdje niet meer super involved binnen het project. En vervolgens knalde de markt het project naar beneden toe. Nou, dan kun je dus zeggen van oké, okay, als we naar beneden toe gaan, is dat dan een logische move om te maken. En in mijn optiek was het niet zo. En vandaar dat ik dus een, een, een soort DCA heb toegepast. Entry lag op rond de 1,1793. We hebben eventjes onder water gestaan. En nu staan we in profit. En lijkt nu dat we um, ja, ik weet niet zo goed wat we nu gaan doen. Een beetje afhankelijk van BTC. Maar dit soort momenten zijn wel heel belangrijk om toe te voegen. Want op het moment dat je namelijk een fundamentele ontwikkeling ziet. is het eigenlijk een van de enige dingen die je hoeft te doen. vaak is even kijken op Twitter. wat andere mensen erover zeggen. wat nou precies die fundamentele ontwikkeling is. die bijvoorbeeld een project omhoog of omlaag heeft gestuurd. En dan kun je kijken of die ontwikkeling. nou ja, een, een, een rationele is geweest. Nou, we hebben wel eens gezien dat bijvoorbeeld met Rune. dat het project twee keer gehackt was. enorm naar beneden toe geknald was. en vervolgens. Was dat eigenlijk een reactie die overtrokken was? Toen hebben we ingeschaald rond een dollar of drie. En daarna ging je gelijk 200, 300 procent de lucht in. Dus dat zijn wel gewoon momenten om op te letten. Vandaar dat ik hem eventueel wilde onderstrepen in deze. Maar goed, entry staat in profit. Dat wel, dat is mooi. Dat was een aantal entries die we hebben genomen de afgelopen week. Gekald in de premium, uiteraard. Dat is wel fijn om dat erbij te zien. Ja, nu 7,2 procent. Is niet verkeerd. Ik ga overigens ga ik hier een lijst maken met Hold Portfolio calls. En als ik dat doe, dan kan ik dus later kan ik dus makkelijk terugkijken. Als ik hier dan op mijn chart druk. Dan, dan kan ik dus verschillende layouts save En dan kan ik precies zien wat de entries waren. Nou, dan gaan we door naar Roon. Roon, ja, is wel echt de winnaar van deze, deze periode. Rob heeft hem gekald op 11. Maart. Ik heb hem niet extra op de loog gezet, maar volgens mij op deze breakout had hij hem toegekald. En vanaf dit punt, ik had hem zelf had ik natuurlijk al genoeg exposure aan Roon. Jullie weten dat ik bullish ben op Roon. En hij staat natuurlijk ook op nummer 2 in de altcoin top 100. Vervolgens 72,9% gestegen vanaf de entree van afgelopen donderdag. Dus ik hoop dat deze wel weer lekker een mooie groene periode voor heel veel mensen heeft veroorzaakt in de, in, de in de portfolio. Dus dat is mooi, goed om te zien. Ik denk dat deze nog wel door kan zetten, omdat hij nu momentum aan het oppakken is. Het is natuurlijk een fundamenteel supersterk project. En als we bijvoorbeeld gaan vergelijken met Luna bijvoorbeeld. Kijk, um, wat je zag, op een gegeven moment dachten mensen van... Oh, huh? waarom staat Luna ineens omhoog te knallen ten opzichte van de rest van de markt? Nou, de reden waarom is heel simpel, omdat... Er enorm goede fundamentals aan zaten. Nou, daar kwam de hele wereld op een bepaald moment achter. En toen zag je ineens een gigantische run naar boven toe komen. Nou, zoiets als dit kan ik ook wel anticiperen op Rune. Waarom? Nou, omdat de tokenomics van Rune zijn lastig te begrijpen. Dat is ook een van de redenen waarom ik zo boelisch was op het project. Omdat ik probeer te zoeken naar kansen in de markt die lastig zijn om te begrijpen voor de massa. Want op het moment dat iedereen begrijpt wat ze doen... zoals nu bijvoorbeeld bij Luna... dan zie je dat ja, de prijs van zo'n token een stuk hoger ligt. De eerste keer dat wij hierover praten was rond de 12 dollar. We hebben het nog ingekocht rond de 6 dollar. Nou ja, het staat nu op 92 dollar. Dus dat is wel echt een van de beste projecten denk ik... waar we het ooit over gehad hebben tot nu toe bij What's Next. Ook heel veel communityleden die hier geld op hebben verdiend op, deze, op Luna. Maar goed... De reden waarom is omdat mensen dus nog niet begrepen wat er nou precies gebeurde binnen het project... ...en wat nou de potentie was van het project voordat um, deze run begon. Nou, hetzelfde in mijn optiek met Rune. Het zijn lastige dingen om te begrijpen. Het is lastig om te begrijpen waarom nou precies Rune het zo goed zou moeten gaan doen. Maar zodra Rune ineens ongeacht van wat er gebeurt in de markt... ...in één keer nou ja, binnen een, een maand 200% stijgt, zoals dat we hier zien... Dan kan het zo zijn dat met ja, ook een kleine nieuwe update natuurlijk, dat hebben we gezien op Broen. Maar dan kan het dus zo zijn dat de markt ineens begint met lezen en begint te analyseren: van oké, okay, waarom is dit project nou zo snel gestegen? En dat is dus in mijn optiek ook de reden waarom Broen het zo goed heeft gedaan. Dus ik denk zelf dat pullbacks, ja, het, het is lastig om daarop te wachten. Ik denk, ik, ik zit zelf, zit ik ook te kijken om een. Uh, om een grotere exposure te nemen. Ik, ik schaal dan in op een 0.382 retracement. Hier 1, 2, zo, 1, 2, dit is de derde wave. Ik nog een pullback verwachten naar 0.382 en dan een extension eventueel richting hogere hoogtes. Maar um, ja, dit is gewoon een, een, een fantastisch project. Hier denk ik dat rond 7.45 overigens dat wel een mooie entry mogelijkheid kan zijn om weer naar te kijken. Dan Atom. Atom ook gekald, Toegevoegd aan de long-term hold. En een tutorial uitgebracht over hoe je ze in de staking zet. Dat vind ik ook wel belangrijk om, dit, om dat te geven. Dus die staat nu ook weer redelijk in de profit. Vervolgens Polkadot. Heeft. Uh, Patrick Kleinsma heeft die gekald 19,2 eerste entry, geloof ik. Hier zo: entry 1, 19,2. Vervolgens entry 2, 17,45. Gewerelde entry lag op 18,3. En hier zo: perfect. Uh, Gisteren of eergisteren, ja, gisteren was dat volgens mij uit mijn hoofd een call om 5% te verkopen van Polkadot. En sinds dat hij hem verkocht heeft, staat hij nu dus weer ja, min 6%. Dus dat is wel heel nice om, uh, om ook even een uitschaalkal dat je te krijgen tussendoor van Polkadot binnen de Premium Discord. Heel nice, heel nice. Oké. Okay. Dat waren de projecten zoals ze nu, eh, nu voorstaan. We zien dus dat duidelijk er bullish momentum aan de gang is binnen de altcoin markt. Ja, als je uitzoomt, is het natuurlijk niet heel interessant. Maar we zien wel gewoon een paar double digit gains. En ja, sommige zelfs hoge, hoge double digit gains. Dan gaan we nu door naar Bitcoin, want dat is natuurlijk degene die de markt uiteindelijk bestuurt. Even kijken, dan ga ik hem hier zo. Ja. Mm, yeah. Alright. Dan gaan we nu langs bij BTC. Even kijken of we hier nog wat hebben in de chat. Goedemiddag. Cardano, top 10 en Phantom niet. Cryptologica, ja, klopt. Phantom is ook zo'n geval. Super undervalued. Atom ook. Ja, Rune to the Moon. Yeah. Ja, Atom, Atom Phantom. Ruin. Allemaal projecten die het inderdaad enorm goed kunnen gaan doen Omdat mensen realiseren wat voor technologie erachter zit en wat de potentie is van dat soort projecten. Um, voor nu, op BTC, zitten we nog steeds in een range. <laughs> ja, heel simpel. We hoeven niet lang of kort over te praten, maar dit is gewoon een, uh, een range. Ja. Range highs. Kijk, vandaag hadden we een, een, een sessie overigens. VPVS. Vandaag gaan we een sessie in de Premium over deze. De vo Volume Profile Session Volume. Als dus we deze erbij pakken. kan deze zo. Zo. Kijk, wat je hiermee kunt doen is dan kun je de Naked Point of Controls erbij pakken. En dat is op zich wel, wel grappig omdat, uh, om daar een keertje mee te testen. Voor de mensen die, uh, die uh, de sessie niet gezien hebben, of ja, voor mensen die al aan het traden zijn, Naked Session Point of Control is gewoon een manier om mechanisch Point of Controls op je chart te krijgen. En op het moment dat een, een, een Point of Control niet gehit is, dan is dat een Naked Point of Control. Dan kan je die gebruiken. In elk geval kunnen we die toevoegen als extra confluence op het moment dat we hier zo naar kijken. Naar de volgende area op BTC waar ik geïnteresseerd in ben. Dat is namelijk hier en vervolgens zou je hem dan exact ongeveer op de plek willen zetten waar ik hem normaal gesproken ook altijd zet. En dat is hier zo. Dit is het eerste punt waar ik naar kijk op BTC. Rond de 40.600, 40.500 hebben we hier die 4-hour demand zitten. En daar zien we denk ik in mijn optiek een eerste reactie komen. Momenteel zitten we wel een beetje overextended naar boven toe, zitten tegen de huis van de range aan. In elk geval hier zo in deze 4-hour supply area. Deze die we hier zo geïdentificeerd hadden, daar zijn we momenteel aan het afwijzen. Als we gaan kijken naar RSI hier zo, dan zien we ook tevens een divergence vormen. Nou, divergences op zich zeggen natuurlijk niet heel veel. Kijk maar hier zo een kleine divergence die we hier vormen. En divergence op zich zegt niet heel veel, maar in mijn optiek meer op het moment dat je hier zo die highs aan het uitnemen bent, dan kan een divergence kan een teken zijn van een potentiële overextended move. Altijd goed om te checken overigens. Dus we hebben hier een kleine move naar boven toe. Veel altcoins kwamen in een supply area terecht. Dus nu denk ik dat we een kleine pullback kunnen gaan verwachten. Um, als we kijken naar deze overall move, 39.4, nou ja, mooie confluences wel hoor. Als we hier zo kijken naar het begin van deze move, eind van deze move, hebben we op 40.500 ook hier 0.382 zitten, push, pullback, push, Dat zouden we eventueel kunnen gaan maken naar boven toe. In elk geval genoeg redenen om hier af te wijzen rond 40.600 naar beneden toe, in mijn optiek genoeg confluence punten. Dus dat is mijn eerste level waar ik persoonlijk naar kijk. Um, dan, ja, naar nou boven toe is het eigenlijk ook vrij simpel. We hebben hier hebben we deze area of supply. Dat hadden we al een paar keer behandeld in de vorige market outlook video's. Hebben we nu een mooie swing failure pattern ingeprint. Kijken wat we daar gaan doen. Volgende level naar beneden toe is 40.500. Volgende level naar boven toe zit hierboven, maar is wel al een aantal keer getest. Dus mochten we hierboven komen, dan ja, er ligt niet enorm veel liquiditeit meer aan de bovenkant van de range om um, ja, BTC tegen te houden. Het kan nog steeds leuk zijn om, om te kijken naar een, een short aan de bovenkant van de range als deze highs bijvoorbeeld worden uitgenomen. Maar vaak is het wel zo dat hoe vaker je bijvoorbeeld die highs begint te testen, Grotere kans dat je uiteindelijk naar boven toe breekt, dus um, dat is wel gewoon iets om in de gaten te houden of gewoon om, om, om in gedachten te houden. Dus de volgende levels naar boven toe liggen hier zo, 43.900. Laten we gaan kijken wat, uh, wat er vanaf daar gebeurt. Is je langere termijnvisie nog steeds bearish, of is deze veranderd? Dat is een goede vraag. Um nou, dit ziet er niet verkeerd uit. Hmm. Mooie rejection naar beneden toe. Een soort van higher low neergezet. Ja, ik, ik zat vandaag natuurlijk ook eventjes te checken in de onchain. Gewoon even kijken wat er gebeurt momenteel met de grotere adressen. En ik moet zeggen dat uh, ik zag wel adressen van boven de... 1 boven de 10 BTC zag ik flink toenemen in deze, in deze range. Ook rond de 30, 38 tot 40 K-levels. Dus dat is wel heel interessant. We zitten momenteel nog steeds. Ja, hier is weinig uit te halen. Behalve dan het feit dat we niet verder naar beneden toe naar het knallen, aan het knallen zijn. En dat is wel gewoon een. een, een, een kijk, um, hoe leg je er het makkelijkst uit? Nou. Dit ziet er anders uit dan dit, toch? Dus in principe weet je nog niet of je verder naar beneden toe zal gaan. Um, higher time frame market structure. Hier zo, kijk. Als je, gaat kijken, bijvoorbeeld, als je het wil hebben over een divergence, bijvoorbeeld. Nou ja, ik heb hem niet echt. Je hebt niet echt data om te testen of monthly divergences goed werken op BTC. Maar dit was wel echt een massive, massive monthly divergence. Maar momenteel vinden we wel support. Eigenlijk op deze monthly 20 EMA. We hebben hier een, een mooie close gehad, een mooie rejection gehad. En hier printen we nu dus een week naar beneden toe in maart. Hier zo printen we een mooie week naar beneden toe. Alts zijn redelijk overextended naar beneden toe. We zijn niet. Heavy, heavy naar beneden toe aan het bewegen. Meer. Hè, we, we maken niet meer dit soort movements. Maar dit is gewoon een zijwaartse bewegende markt. We zitten momenteel in een range. Dus in mijn optiek. Um, kan het beide kanten opgaan, eigenlijk. Als ik al die, die, die dingen. Ja, heb je weinig aan natuurlijk. Um, maar kijk, ik vind deze monthly timeframe. Vind ik niet meer overtuigend bearish. Zeg maar. Wat we hier zo zien. Dus. Um, ik denk dat, en dat is ook de reden waarom we ingeschaald hebben op projecten, ik denk dat we best wel wat upside kunnen gaan verwachten in de short term. Ik denk dat april best wel een mooie week kan worden voor crypto. De vraag is alleen: kijk, uh, het liefste zou je natuurlijk zien dat je nog één keertje terugkomt naar de loos voordat je naar boven toe schiet. Maar wat Net zo goed zou kunnen gebeuren. Is dat je hier een squeeze naar boven toe inzet. En dat je hier alle liquidity oppikt. En dat je vervolgens zegt van nou. We gaan gewoon weer net zoiets als dit gaan we doen. Hier zo. Alleen het verschil is dat je hier eerst liquiditeit opgehaald hebt. Aan de onderkant van de range. Dat heb je nu nog niet echt gedaan. Uh, een ideaal scenario wat ik zou willen zien. Is heel simpel. Um, squeeze naar boven toe. Hier mensen trappen. Eén laatste move naar beneden toe. En dan je... Die correctie naar boven toe, dat zou ja, een perfecte wereld zijn. Helaas uh, gebeurt dat niet altijd, dus ik denk zelf dat uh, mocht je nog niet gedCA'd hebben, dan denk ik zeker dat een punt zoals hier zo op de 40.600 dat dat een, een mooie is om, uh, om aan te houden om even te kijken naar je favoriete altcoins, om gewoon dat level in de gaten houden. 40.600, uh, even kijken wat. Ik zal even kijken naar de chat. Maar goed, um, ik ben niet meer echt super bearish. Kijk naar de weekly timeframe. Kijk, je hebt hier wel rejections naar boven toe gehad elke keer. Maar het heeft niet geleid tot een impuls naar beneden toe. Dus, kijk, normaliter zou je zeggen natuurlijk als je alleen deze price action bekijkt. De lange weeks naar boven toe. Dat is super bearish. Want je probeert naar boven toe te pushen nadat je. Een move naar beneden toe hebt gehad. En je probeert hier naar boven toe te pushen. Maar het gaat niet. Zeg maar, je probeert hier naar boven toe te pushen. Maar dat gaat niet vervolgens. Zou je dan verwachten dat, net zoals hier bijvoorbeeld. Dat je dan een impuls naar boven toe maakt. Maar dat gebeurt niet. Of hier zo lange rejection naar boven toe. En daarna naar beneden toe. Maar het gebeurt niet echt. Dus. Um, mensen willen wel verkopen op de highs van de rage. Er is nog steeds variatie in. in um, hoe zeg je dat? Er zit nog steeds twijfel, denk ik, bij mensen. Op basis van de fundamentele ontwikkelingen. Maar. Ik denk wel dat we een squeeze naar boven toe zouden kunnen gaan zien. Dus dat we gewoon hier naar boven toe zouden kunnen gaan. Best wel een mooie trade om te maken. We hebben nu deze ja, soort van short-term pennant gebroken. Mm. Concluderend: uh, ja. Een squeeze naar boven toe zou mooi zijn. Een inkoopprijs zoals dit vind ik een mooie. Uh, en ik ben redelijk neutraal qua markt sentiment op bitcoin momenteel. Ik denk ook niet dat je iets heel anders kan zijn dan neutraal. Na een impuls naar beneden toe en dan een range. Uh, ik denk dat de kans dat we naar boven toe gaan, gaan schieten. Hoger is dan de kans dat we naar beneden toe gaan schieten momenteel. Dus ik ben meer bullish dan bearish. Dat is eigenlijk de conclusie. Uh, ik was uitgeschakeld met de BTC. Uitgeschakeld met BTC, wat is een goed moment om terug in te kopen. Nou ja, uh, afhankelijk van je, wat je wilt natuurlijk. Um, 40.541 kan een mooie zijn. Uh, je kan zeggen, ik ga alleen maar voor de loos van de range. Dan heb je een kans dat je niet opgepikt wordt. Maar dan zit je rond hier. Uh, even kijken. Dan heb je hier een zone zitten op 35.900? Dat kan een leuke zijn. Um, maar ja, je kan ook zeggen dat BTC eigenlijk helemaal geen leuke exposure is aan de crypto-markt, helemaal niet als altcoins het net zo slecht hebben gedaan. Dan snap ik niet zo heel goed waarom je niet gewoon je BTC zou inwisselen voor een alt die het goed doet op dit moment. Ik snap niet waarom je dan voor BTC zou gaan. Wat denk je overigens van Cardano? Heel bullish naar de zomer toe hoor ik van informatie. Um, ja. Volgens mij kunnen we elke week wel aan Cardano gaan bashen over wat voor project het nou eigenlijk is. Ik bedoel, ja, um, als we eventjes deze correctie niet meenemen, dan, dan heb je eigenlijk niet heel veel gedaan met Cardano. In mijn optiek heeft Cardano gewoon nog niet heel veel gedaan. Het is um, een, een top 10 project en, en veel mensen die investeren in aan de start van hun crypto carrière en dat... dat Um, dat kan. <laughs> ik bedoel, ja. Kijk, heel veel mensen die, die, die investeren in Cardano... Op op omdat ze beginnen met crypto. Het is een project dat veel mensen snappen. Maar het is niet een project waar ik persoonlijk in investeer. Omdat ik gewoon niet echt zie... waarom je ervoor zou kiezen om in een project te investeren... wat zijn deliverables niet haalt. Wat al een hele lange tijd relatief stagneert met zijn ontwikkeling. Als in, ze, ze releasen niet de dingen die ze willen releasen... En um, als ik dan ga kijken naar andere projecten, dat heb ik ook bijvoorbeeld doorgegeven. Hè, bijvoorbeeld een Rune of een Luna. Kijk, dat zijn projecten. Daar, daar begon ik de livestream ook mee. Dat zijn projecten waar niet super veel mensen van afweten. En ook omdat iedereen ongeveer weet wat Cardano doet en dat het een tof project is, is de vraag of daar je geld het beste gaat renderen. In mijn optiek gaat je geld het beste renderen in plekken waar mensen. Nog niet eerder van gehoord hebben, maar waar wel enorm veel fundamentele waarde zit. Dus wat vind je van Cardano? Uh, ja, leuk, leuk project. Mist zijn deliverables, niet interessant in mijn optiek. Oké, okay, laten we eventjes wat, uh, wat chart gaan analyseren. Hmm. Bipro. Die hebben we tijd niet meer uh, bekeken. Keihard. Omhoog geknald. Keer 90 gegaan in 42 dagen. Misschien zelfs Nou, ja, dit was uh, de investering van uh, het einde van 2021. Denk ik. Je zo had op kunnen pikken. Had je een kleine 131 keer gain gehad. Nou, had je er 500 euro in gestopt. had je dus 65k verdient. Dat uh, is een aardig maatschappij. Um, ja. Die mand redelijk doorbroken. Uh, ja, gewoon weinig volume. Kijk, soms moet je met, met dit soort projecten gewoon een beetje oppassen, want het is een klein project. Het is een, 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 ja, hoe zeg je dat, een een project, een small cap. Laten we zeggen, het is echt een, een small cap, is het. En op het moment dat die hype kwijt is, dan, ja, kijk. Het volume neemt op een gegeven moment gewoon zo hard af dat je denkt van ja, niemand heeft het hier meer over. Je, je, je zag het ook al, ik, ik heb er jarenlang niet naar gekeken voor mijn gevoel en dat zie je ook in de movements van de chart momenteel. Kijk, de altcoin markt schiet omhoog en vervolgens zie je hier ja, 10, 15% zie je, maar geen duidelijke shift candles één richting op. Dus het is gewoon niet super interessant in, in mijn optiek. Um, Kijk, het is wel leuk om te kijken naar een entry op bijvoorbeeld een weekly demand. Zo eentje als hier zo. Op 0.0014. Uh, dat, dat kan leuk zijn. Je bent hier, heb je, heb je ook liquiditeit opgehaald. Maar het is niet een project wat ik, uh, wat ik interessant vind momenteel. Ik zou gewoon kijken of je hem heel cheap kan krijgen. 0.0014 is dan wel mooi. Of je moet het project fundamenteel heel goed kennen... en weten dat, dat ja, de hele markt hier nu fout zit... en dat dit de beste kans is ooit. Ja, maar dat weet ik nu momenteel niet. Dus technisch gezien zou ik dit niet heel interessant vinden. Oké, okay, dan. loslus analyse graag. Oké. Okay. Alsjeblieft, mag ook hoor. <laughs> loslus analyse graag. Nu. Nee. Oké. Okay. Sorry hoor, Len. Ik uh, maak maar een grapje. Ja... Ja, het ziet er wel interessant uit. Dirk, die had weer een, een leuke analyse geplaatst. Kijk, um, dit is nog steeds het level waar ik persoonlijk naar kijk. En dat is gewoon puur ja. Oh ja, ik heb me hier nu ietsje, ietsje bijgesteld, zie ik. Ik heb hier deze, deze, um, deze wick, zou ik persoonlijk ook wel meenemen. In die demand. Het is een perfecte doji. En hier zo uh, heb je ook een body in de buurt zitten. Dus in mijn optiek hier zo uh, 0.238. Super interessant. Uh, heeft wel een break of structure gemaakt. Dat had Dirk ook goed opgemerkt. Goede increase in volume. Um, maar goed, ja, kijk, als ik een plan voor mezelf maak, om op een bepaald punt in te stappen. Ik heb rond de 60, 70 cent heb ik een deel verkocht. Los is dus dat ik het bij een live sessie een keertje aangegeven, maar um, ja, voor mij fundamenteel supersterk sterk project, goede uh, bouwgoed door uh, natuurlijk die EMA met ze gehad, team ziet er professioneel uit, zijn, zijn mensen die echt wel gepassioneerd zijn voor hetgene wat ze doen, hebben een logische use case en zijn redelijk een van de eerste mensen die in de cybersecurity doen wat zij momenteel doen. Um, ...partnerships met launchpad zijn interessant... ...momenteel valuation van ja, 37 miljoen... ...op basis van de totale beschikbare hoeveelheid... Hè. ...ze hebben 100 miljoen tokens in omloop... ...dus... ...ja, goede buy... ...long term was ik bullish op 1 dollar... ...dus ik ben ook bullish op 37 cent... Um, ...maar... ...mijn technische target blijft hier... ...0.238... En, ...en misschien zou ik hem overwegen om ietsje te verhogen naar 25 cent... ...omdat je dan um, ja, kunt frontrunnen op de mensen die 25 cent hebben gepakt. Uh, ja. Anders, als je verwacht dat deze move zoals hij nu zit uh, door gaat zetten... Dan zou ik gewoon heel simpel uh, hier naartoe kijken. Wacht even Zo, ik heb even moeite. Heel simpel, gewoon wachten op een retracement die hier zo komt. 0.35. Hier, zo. Bijvoorbeeld op de retest van deze... IME wilt ook nog wel eens werken op het moment dat je een, een, een trend switch krijgt op de 4-hour timeframe. Dat je dan een retest krijgt op de 20 IME. ongeveer met een andere Confluence Point. Ja, hier heb je nu die, die vorige high. Deze low kunnen uitnemen: 35 cent. Vind ik anders wel oh, een, een mooie om naar te kijken. Um, maar dit is mijn area. Eigenlijk dus het 25 cent. Tot 23 cent area. Dat is echt wel waar ik persoonlijk naar aan het kijken ben. Om, om wat in te slaan. En ik heb geduld. Ik had nog steeds, ik had geduld op dit level. Ik had geduld op dit level. Ik heb geduld op dit level gehad. En ik blijf ook gewoon geduld hebben tot hier eigenlijk komen bij. Dit punt. <laughs> ja, heel simpel. <laughs> ja, los dus graag. <laughs> nog een keer. Oké. Okay, um, Serkan Newman zegt: Veel coins zoals Phantom, Cardano. worden expres laag gehouden. Mensen, deze zullen echt de komende maanden vliegen. Ja. Uh, kijk, ik heb dat wel eens lang zien komen: dat, dat mensen zeiden: Ja, Ripple wordt expres naar beneden toe geduwd. Want institutionele beleggers willen niet dat je geld verdient. En. En uh, ja, ze willen gewoon het uh, verstoppen in plain sight. En uh, ja. Waarom? Waarom wordt het express laag gehouden? Kunnen ze niet nu instappen dan? De, de grotere spelers die de markt beïnvloeden en die zo groot zijn dat ze de markt omlaag kunnen duwen, die verkopen dus blijkbaar al hun Cardano op een laag punt. Zodat. De prijs laag gehouden wordt. Maar ze zijn wel bullish op lange termijn. Oké. Oh, okay. Kijk, de vraag is waarom zou iemand dat doen? Dus waarom zouden mensen... Oh, Curedo list op Huobi. Just in. Oké, okay, dat is wel nice. Maar goed. Um, Serkan. Uh, kijk... Probeer na te gaan waarom die informatie juist zou moeten zijn. En als dat logisch klinkt, voor jezelf prima. Um, maar voor mij klinkt het niet heel logisch om te denken dat uh, er projecten zijn die bewust op een lage prijs gehouden worden. Want om iets bewust op een lage prijs te houden, ondanks dat interesse hoog is, moeten grotere partijen dus op een lagere prijs hun coins verkopen. Um, maar waarom zouden ze dat dan doen? Dat, dat ja. Dat, die, die logica, die klopt voor mij, voor mij gewoon niet. Maar misschien wel voor jou. Um, Oké. Okay. Cardano is veel te traag. Wordt links en rechts voorbij gestrepen. Luna, Solana, Rune, MTV. Ja, het zijn echt zoveel chains momenteel... die, uh, die keihard aan de, we aan de weg hebben. Dus ja. Staat Los nog steeds op nummer 1 van het top 10 lijstje. Um, ja, nog steeds. Ik, ik denk wel dat hij nog steeds um, op, op nummer 1 staat. Of hij is overgenomen door Rune. Wat de interesse nu natuurlijk wel gewoon toeneemt. Maar nummer 1 en 2, ja. Kijk... Um, de, de, de lijst is eigenlijk geclassificeerd op opportunity. En hoe classificeer je opportunity? Nou, wat is de potentiële reward die je kunt krijgen met een investering op het moment dat die lukt? Nou, als je gaat kijken naar een lossless op dit niveau en je denkt dat die, dat die eventueel naar een miljard in market cap zou kunnen gaan, omdat hij ja, toch wel een duidelijk probleem probeert op te lossen en een redelijk innovatieve speler is in zijn eigen industrie. Als je dan zegt dat de DeFi space redelijk kan doorstijgen, dan zou je dus kunnen zeggen dat lossless een mooie opportunity is. Omdat het een small cap project is met goede fundamentals. De oplossing die ze hebben is wel suboptimaal voor het probleem wat ze proberen op te lossen, maar dat hoeft niet altijd super erg te zijn, zolang mensen dynamisch kunnen blijven werken aan het project. Kijk, heel veel startups hebben een, een, een oplossing voor een probleem die compleet onlogisch is, maar uiteindelijk komen ze dan toch op een product wat heel goed aansluit op de markt. Dus dat kan in mijn optiek ook gewoon gebeuren bij Loslust. Dat ze nu zien: van oké, okay, dit is een V1.0 oplossing die we hebben bedacht. En vervolgens komen ze erachter dat andere oplossingen nog steeds beter zijn. Dan gaan ze gewoon aanpassen. En hebben zij al de first mover advantage die ze proberen te bereiken met hun product. Dus ja, veel dingen lanceren. Um, goed probleem wat ze oplossen. Hele lage market cap ten opzichte van de potentie, potentie die ze hebben. Dus in mijn optiek zeker nog wel. Hoog op de top 10 lijst. los. Um, even kijken. Dan. Ja, of Roon moet het zijn hoor. Roon is de, natuurlijk ook wel echt. Ja, Dit is tot op nummer 2. Dus die twee zijn natuurlijk. Uh, beide zijn dat projecten waar ik goed achter sta. Uh, dan. QRDO. qredo Nice project lage markt. Yep, ja, daar hebben we naar gekeken. Daar hebben we ook. Ja, lage market cap is subjectief, Jeffrey Curedo. De reden waarom een lage market, market cap subjectief is, is, Ja, Hij heeft nu een lage market cap, maar de fully diluted market cap, hè, dus de market cap van alle tokens in omloop, die is heel, heel erg hoog. Dat is de reden waarom we het project, ondanks hele sterke fundamentals, hebben we het project niet super hoog in de top 10 gezet. Um, hij heeft gewoon een super goede use case, die token. Ze zijn bezig met ongeveer dezelfde dingen als Rune, namelijk cross-chain. Swappen voor na van native assets is een belangrijk probleem dat opgelost moet worden. Zij doen het op een goede manier en hebben de juiste partnerships in een vroeg stadium. Echter, hoort daar ook bij een gigantische vestingsschedule en een zieke, zieke, zieke lock-up die ze momenteel hebben. Dus wat zagen we bij Curedo? Ja, hij deed goed, hij deed fantastisch, hij werd goed opgekocht, grote interesse binnen het project. Maar het project heeft simpelweg gewoon geen um, goede vestingsschedule momenteel. Dus er zijn gewoon heel veel mensen die in een vroeg stadium hebben geïnvesteerd. En die kunnen allemaal gaan dumpen momenteel. Dus dat hebben we ook eerder gezien. Uh, Loslos laag market cap, schaarste aan hoeveelheid tokens. 100 miljoen is best wel laag. Klopt, 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 klopt. En 37 cent per token is ook best wel laag. Uh, TGT. Mm. Thor Wallet Governance Token. Ja, even kijken of we die erbij kunnen pakken. Oh. Zes cent, inderdaad. Dat is mooi. Um, ze hebben een decentralized exchange opgezet nu ook. Ja, uh, met, met staking rewards erbij staat deze nu ongeveer in de profits, denk ik. Uh, heel mooi, heel mooi om dit te zien. Um, ja ik, ik weet niet zo goed of hij of hij door zou kunnen gaan ik vond het zelf vond ik een goede play om te om te doen in de ja richting de space van van um, binnen binnen thought chain zeg maar is het natuurlijk wel gewoon een interessant project uh, ooit steking tegen 800 klopt 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 um, ik moet zeggen dat ik een groot deel eruit gegooid heb rond 3 cent maar Um, ja, mooi om te zien. Voor mij is het gewoon, dit is nog steeds zo eentje die je in de steking laat staan. En als het goed gaat, gaat het goed. En als het fout gaat, dan uh, jammer dan. Dat was een kleine pre sale die we toen gepakt hadden. Rond de 9 cent, geloof ik uit mijn hoofd. Heeft op 12 cent gestaan. Um, kan zeker doorknallen als ze goed blijven doorontwikkelen. En um, een grote speler worden binnen Thorchain. En Thorchain natuurlijk doorzet. Maar waarom zou je in een governance token willen investeren? Uh, nou, de reden is omdat je bepaalde benefits krijgt voor het steken van een x hoeveelheid aan tokens. Dus het is niet alleen een governance token, maar het is ook een uh, token die benefits geeft tot lagere fees, um, et cetera. Oké. Okay. Uh, kan je naar Cadena kijken? Ja hoor. Gezellig zo op de, op de zondag, jongens. K-D-A-K-D. Nou. Wow. Dit is heel interessant, zeg. Enorme buying volume hier zo. Oké. Okay. Um. Zelf niet... ja um, yeah. Hm. ja classic wel dit long term goede buy uh, ik zou nog echt super super chill vinden als hier die twee dollar vijftig geraakt wordt uh, is wel een beetje ambitieus. Cadena. Hetzelfde probleem als dat ik eigenlijk altijd aan kaart. Op het moment dat ik het heb over Cadena. Wow. Hadden is hier veel ingekocht zeg. Holy shit. Um, maar hetzelfde probleem als, ik al, als dat ik altijd aan kaart. Je ziet hem nog steeds staan. Hier 88 tot 89 keer gain. Uh, oh dat was de Binance listing van Cadena. Oké. Okay, dat is. Uh, Oké. Okay. <laughs> Kijk hoor. Naar, wat is jouw mening over ApeCoin? Ja, uh, not interested. Ik, ik ben niet zo heel goed in NFT's. Dus laat ik lekker gaan. Surveys USDT's. T. Zal ik ze meteen even erbij pakken. Thanks, bedankt ik met graag. Bedoel ik ook AUB. Ik heb orders staan om goed in te kopen. Wil de komende jaren lekker vasthouden, ik houden. even de tijd geven. Ja, klopt. <laughs> met graag bedoel ik alsjeblieft. Ja. <laughs> Oké, okay. geen ja. probleem, Orlen. <laughs> Denk je dat Qcoin op korte termijn 50 dollar wordt zoals je zijn. Top, top 10. Ik had er vandaag nog erbij gepakt. Um, kans is aanwezig. Kans is zeker aanwezig. <coughs> Qcoin nog steeds grote exchange. Breed aanbod. En um, ja, wat, wat kunnen er nog meer over zeggen? Ze, ze lanceren veel, ze hebben een redelijk undervalued token. Ten opzichte van andere. andere uh, exchanges. Maar ze hebben nog niet echt een hele, hele grote sponsorpartnership, zoals ik het zo zie. Oké. Okay. Dan. Cardano heeft geen move omhoog gemaakt de laatste dagen. Nee, dat klopt. Uh, hier wel een soort. Ja, de Binance-listing. Eerder... Maar kijk, dit is dus het probleem met, met coins die een enorme run hebben gemaakt. Is. De uh, bags worden gedumpt, om zo maar te zeggen. Er worden gewoon heel veel gedumpt. En ik denk dat hier ook nog steeds, op deze uh, wick omhoog, zijn, maar die Binance listing, dat hier ook gewoon superveel gedumpt is. Dat zien we hier ook gewoon gebeuren. Ik bedoel, ja, dit is echt wel een hele flinke hoeveelheid. Ik denk nog steeds uh, hier zo onderkant, 5.54, mooie buying opportunity hier zo. Uh, nieuwe 4-hour demand die gecreëerd is en anders, ja. Kunnen we nog steeds wel lager op basis van de weekly? Ik vind hem niet super aantrekkelijk. Oké, okay, even de Lower remix Skill aanzetten. Uh, ja, hier rond de 2 dollar heb je eigenlijk liquiditeit liggen. Deze demand heb je gebroken. Monthly, previous week. Ja, uh, yeah. it is what it is. het zeg. <laughs> ik denk dat die gewoon nog ietsje lager kan in mijn optiek. Rond de 5,54 dollar leuke buying opportunity op Cadena. Maar ja. Um, het is gewoon lang wachten vaak met dit soort projecten die zo'n hele grote run hebben gemaakt. Oké. Okay, dan had ik net iemand beloofd dat ik naar Surf USDT ging gaan kijken. Surf Survival Game Online. Klinkt als een metaverse play. In elk geval een... Voor Dit is een, uh, een project dat volkomen dood was. Hier zo, min 99%. Oh, wat is verschrikkelijk zeg. God. Nou. Denk je even een coin te pakken op de, op de, op de Qcoin listing? Uh, 1 dollar euro ingekocht en dan zie je hier zo op een gegeven moment nog maar een halve cent waard. Oh, en hier ineens hebben ze een opleving. Waarschijnlijk een nieuwe partnership. En knallen ze in één keer een 17x omhoog. Ja, uh, dat is wel interessant. Maar... Mm -hmm. Is dit iets waar je op zou in willen stappen, is de vraag. Mm, ik ken het project niet echt, dus bij voorbaat dan niet echt. Maar. Ja, even hier een one hour demand als je van short-term trades zou houden. Anders hier onder 2 cent kan het interessanter zijn. Maar hij heeft net een... Uh, ja, ondanks dat hij 99,6% <laughs> gedaald is. Uh, heeft hij net wel een 17x gemaakt in 2, 3 dagen? Dus ja, als je nu weer terug naar de high zou gaan, 100% gain. Um, kan short term wel hoor. Dat je hier een trade op probeert te pakken. Terug probeert te gaan naar bijvoorbeeld deze area hier, 20%. Um, ja, double digit gain probeert te pakken. Maar ik zou hem nu niet heel snel inslaan, tenzij het een, een enorme fundamentele beuker is. Anders rond de 2 cent wel interessant. Even kijken. Dan. Heb je nog pareltjes op het oog? Nieuwe gems die je onderzoekt, et cetera. Ja. Um, ik, ik ga in de premium. Ga ik vandaag. Kijken hoe ik dat vandaag. Ja, dat heb ik gezegd. Dat het deze week zou zijn. Dus die ga ik vandaag nog even eruit knallen op mijn zondagje. Uh, maar was een nieuwe nieuw project binnen het cosmos ecosysteem wat ik uh, wat ik interessant vond waar ik een positie in wil gaan bouwen eigenlijk en um, ja die ga ik die ga ik vandaag ga ik die uh, proberen te droppen later vandaag nog en, uh, en, uh, binnen het airdrop channel ook is niet echt een jam meer omdat die die markt redelijk groot is maar wel een potentiële Um, hub voor gems. Dus dat, dat je dan gaat kijken naar projecten die daar lanceren En um, dat kan dan wel gewoon interessant zijn. Maar ja, ik heb niet echt, um, niet echt nieuwe, nieuwe dingen gevonden waarvan ik echt dacht nou dat vond ik super indrukwekkend, behalve dan die coin die ik vandaag ga droppen in de premium. Uh, even kijken is ook een project wat echt gigantisch hard is gegaan zonder dat die exchange listings heeft gehad. Dus uh, echt wel heel interessant. OJN. Origin Protocol. Oeh, oké. Okay. Wow. Wat is hier gebeurd dan, jongen? Holy shit. Zou dat ook te maken hebben met die, uh, met die andere knaller? Wow. Een soort C-Defy op Adam. Uh, Ik ken C-Defy niet echt. Mm, Oké. Okay. Nou, Origin ziet er uh, in elk geval uit alsof mensen het project weer ontdekt hebben. Ik weet niet zo goed waarom deze stijging is plaatsgevonden. Maar, uh, ja, ik heb het idee dat je entry hier zo was. Deze een korte retracement. 0382, na een 100% gain, had een hele agressieve entry kunnen zijn. Um, daarna wel nog 110% gain. Ja, wat, wat wil je hier gaan doen? Wil je. Het lijkt me een geval dat je goede fundamentele ontwikkelingen. Maar Green Candle Chase, als je instapt op dit punt. Kan wel interessant zijn als je hier uh, bijvoorbeeld deze demand area pakt. Of deze demand area pakt. Allebei nog unmitigated demand area's. Um, dus kijk, wat vaak gebeurt. Op het moment dat je een, een, een impulsieve move begint in te zetten. Nou, dit is natuurlijk wel een hele impulsieve move. Maar is dat je 4-hour demands neerzet. En die functioneren eigenlijk als een counterzone. En wat je dan kunt doen, is dan kun je verwachten dat we bijvoorbeeld teruggaan naar daar waar de laatste liquiditeit lag. Hier zo. En dan kun je daar een reactie op verwachten. Dus hier zo op 56 cent. Of hier zo bijvoorbeeld op 42, 43 cent. Dus dat zou ik eerder doen dan um, ja, nu gewoon instappen. Persoonlijk op Origin. Kunnen we. Oh, Rijsschool Wildeberg. Kunnen we op korte termijn een schikking verwachten met betrekking tot Ripple? Aangezien de rechtszaak inmiddels weer verplaatst is. Dat is iets wat je niet aan mij moet vragen. Uh, misschien dat je ja, in, in de Discord aan Patrick Kleinsma zoiets kan vragen. Maar ik ben niet echt een fundamentele trader. Ik, ik kijk wel naar projecten en hoe ze passen in de markt. En wat ik persoonlijk vind van de crypto-markt. En welke projecten daar goed in zouden passen. Maar uh, ja, ik kijk niet echt naar... Um, ja, een rechtszaak op Ripple. Dat, dat, ja, als er een nieuw development is, dan, dan trickelt dat wel door. Maar ik ben niet echt iemand die super hard gaat analyseren: van oh, nou, wat, wat zou er gebeuren? Ik, totaal. Ik denk dat dat een beetje onbegonnen zaak is. Om, ja, wat. wat het, het, het doet me een beetje denken aan. Um, ja, je, je, je gaat op een gegeven moment dus. Analyses over een rechtszaak loslaten als je geen verstand hebt van hoe rechtszaken werken. Of je moet een advocaat zijn en dan toevallig ook crypto trader en dan <laughs> daar, daar iets, uh, iets mee doen. Maar ja, als je een crypto trader bent, dan moet je gewoon zorgen, zorgen dat je een goede technische analyse kunt maken of een leuke fundamentele analyse kunt maken. Maar ja, je tijd verdoe je dan een beetje, denk ik, als je, ja, als je nu namelijk twee jaar van je periode had je besteed aan Ripple je ja, eigenlijk in die twee jaar periode... als je hier gaat kijken naar 2021 en nu... ja, heeft eigenlijk geen reet gedaan. Maar dan heb je wel gekeken telkens naar... hoe het project aan het presteren was. Dus heb je al deze periode, zeg maar hier zo... Heb je, heb je geprobeerd om te zoeken... naar een oplossing voor die rechtszaak... of, of je dat al hebt gedaan. Ja, het is gewoon tijdverspilling. Gewoon complete tijdverspilling in mijn optiek. Had je ook jezelf technische analyse kunnen leren... een nieuw account kunnen opstarten... je had funded accounts kunnen binnenhalen... je had allemaal manieren kunnen doen... Die in mijn optiek meer geld zouden kunnen pakken dan een ja, fundamenteel analyse op Ripple. Dat gezegd hebbende, denk ik wel dat dit het jaar wordt voor Ripple waarin ze uh, die rechtszaak gaan oplossen. Maar ja, dat kan ik ook gewoon met een korrel zout nemen, want ik, ik, ik heb daar niet een, uh, een ultieme studie van gemaakt. <laughs> Even als een side note voordat ik mezelf uh, compleet de verdoemenis in aan het praten ben. Ja, ja, nee, maar dat, 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 eh, zeg maar, dit vind ik interessant. Kijk, als ik hier uitzoom op Ripple en ik zie, uh, hier zo zie ik tegenover BTC, zie ik een, 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 een breakout van een langere termijn trend. Hier zo bijvoorbeeld zien we duidelijk dat we een nieuw bodem aan het vormen zijn. We hebben hier een, een, een duidelijke bodem gemaakt, maart 2021 natuurlijk. Hier zo zijn we dan. Langzaam uit deze trendlijn gebroken. En hier lijken we nu dus een soort ascending triangle te vormen. Kijk, hier zo pop. Zo. Kijk, boven deze structure gebroken. High low neergezet, Nou, fake out op de ascending triangle. Als we nu weer terugkomen naar boven toe. Ja, dan kan het gewoon interessant zijn. Als we hier boven deze, deze levels kunnen blijven. Deze demand kunnen respecteren. Oh, fantastisch hier weer zo. Bob. Prachtig. Um, maar als we hier dus weer naar boven toe zullen kunnen komen. Dan is het gewoon interessant omdat hij veel te gainen heb, heeft tegenover BTC. En dat is, de, dat is waarom ik het een interessante play vind. Is tegenover BTC ligt hij er gewoon sterk bij. Ripple. En ja, kijk, er zijn wel wat ontwikkelingen voor Ripple zelf, die gewoon voor wat vuurwerk kunnen zorgen. Je hebt natuurlijk XLS 20D. Uh, dat is een Update op de chain. Toevallig weet ik en hebben we goed contact met uh, ja, founders van NFT-projecten. We hebben natuurlijk ook OnXRP, die founder, Kai. Uh, super chillig gas is dat. Die, uh, die zijn ook hard aan de weg hard aan het timmeren. Er komen uh, NFT's, komen uiteindelijk op de XRP Ledger komen terecht. En natuurlijk lanceren ze gewoon überhaupt de XRP Ledger en projecten die daarop kunnen, op kunnen draaien. Hele lage transactiekosten, wel relatief centralized, maar goed. Dat geeft gewoon potentie voor, voor leuke projecten die kunnen lanceren op Ripple. Hebben genoeg funds om projecten ook te stimuleren om te ontwikkelen op hun platform. Dus uh, interessante play voor 2022 in mijn optiek. Dat is eigenlijk een soort van de samenvatting voor XRP. Gaan we kijken naar technicals. Uh, ja, soort van ascending triangle-achtige structuur. Hier hebben we natuurlijk deze mooie move naar boven toe gehad. Perfect, hier die 0.786. Gerespecteerd en hier een, een demand area opgezocht voordat we die push naar boven toe maakten Uiteraard hier we ook een demand area opgezocht. Um, mm, mm, mm. Wat zou ik nu persoonlijk willen zien? Hebben we nog een kijk, een beetje choppy price action dit hoor. Net niet die demand opgetild, kijk. Daily close hierboven, retest, resistance. Ja, wat zou je kunnen doen? Hier zou je bijvoorbeeld iets kunnen proberen, mocht je te hongerig zijn. Ja. Um, ik moet zeggen dat ik, ja, dit vind ik niet echt. Super chille price action op te treden. Ik heb al een positie rond deze prijzen. Rond deze prijspunten heb ik al ingenomen. Rond de 76, 77 cent of zo in, in, in Ripple. Uiteindelijk toen ook weer uitgestopt uit mijn hoofd. En ik heb nog wel posities in het Ripple ecosysteem. Lange termijn leuk. Maar nu op basis van technicals niet echt super duidelijke price action op te treden. Of om, uh, om een, een entry op te nemen. Weekly. Ziet er wel heel sterk uit, overigens. Kijk, dit is wel mooi om te zien. Kijk, nu hebben we iets meer duidelijkheid. Dit is mooi om te zien. Kijk. Dit is wel een goede om, om, uh, om mee af te sluiten. Kijk. Um, op het moment dat een project op een gegeven moment hard omhoog is geknald, dan kun je dus een demandzone vormen. Nou, een demandzone is eigenlijk een zone die ontstaat voor, uh, vanuit een impuls naar boven, naar beneden toe. En daar zijn vraag en, vraag en aanbod zijn in onbalans. Nou, dat kun je dus identificeren met een candlestick zoals deze. Vervolgens zie je vaak dat dat een, als een soort magneet werkt om uiteindelijk weer de prijs naartoe te trekken. Dat heb je voor zowel de weekly demand als de uh, weekly supply. Dit is dan een supply area, dit is een demand area. Nou, wat je dus vaak ziet gebeuren is dus dat op het moment dat je niet hier je levels kunt. Claimen, zeg maar, dat je niet je, je impulsieve trend door kunt zetten, dan moet je dus weer naar andere prijsniveaus. Dus je zoekt altijd naar nieuwe participanten binnen de markt. Je zoekt als je uptrend is gestopt, hè, dus, dus hier is je uptrend gestopt, wat, wat heb je dan nodig? Nou, als je verder omhoog wilt gaan, heb je dus mensen nodig die we willen inkopen. Nou, gebeurt dat op dit prijspunt? Nee, dat hebben we al gezien, want je komt niet verder dan dit punt. Je zou op het moment dat dus mensen wel geïnteresseerd zijn om ripple te kopen op rond de 2 dollar, dan zou je hier dus uh, een continuatie moeten zien, toch? Heel simpel gezegd, dan, dan ga je hoger dan 2 dollar. Nou, gebeurt dat niet, dan moet je dus zoeken naar nieuwe mensen die meedoen in de markt. Oké, okay, prima, gaan we dat doen? Gaan we naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden, we komen we hier op deze weekly demand area. Daar hebben we een rejection gevormd rond de 50 cent. Nou, dat is toevallig. Dat is precies een area waar je misschien zou zeggen dat als Ripple 2 dollar is geweest en ik wil later wil inkopen, nou wat zou je dan doen? 1 dollar misschien. Hè? Nou, 65 cent hier toevallig uh, gereject, maar dan zou je zeggen, oh, misschien is het op 1 dollar, op 1,50 dollar, misschien wil je op 1,25 dollar. Die, die kwart vermenigvuldigingen van een prijs, dat, dat vinden mensen gewoon interessant vaak. Nou, nu hier in dit geval rond de 50, do 50 dollar cent twee keer afgewezen. En vervolgens heb je dus daar een prijs gevonden. Die interessant was voor mensen om de trend weer om te keren. En hier dus een higher loan neer te zetten. Nou, vervolgens lukt het weer niet om op dit prijspunt in te komen. Dus wat ga je doen? We gaan weer zoeken naar nieuwe kopers. Nou, hebben we dan een zone geïdentificeerd hier? Ja, want dit was de zone waar waarop mensen zeiden: Oh. Ik vind het nu alweer interessant om Ripple in te kopen. Toch? Hierzo, die weekly demand area. Dat kunnen we in elk geval constateren na het leuke verhaal dat we net hebben gehoord. Dus, wat gaan we waarschijnlijk doen? We komen terug naar die demand area. Wow, dat werkt goed. Nou, prachtig. Dus hier hebben we dan een move naar beneden toegefaciliteerd. En zijn we exact teruggekomen naar dat punt... waar mensen het voorheen interessant vonden om in te kopen. Dat is liquiditeit. Dat is zoeken naar... Die zone waar veel mensen geïnteresseerd zijn om te kopen of te verkopen. Dat is wat de markt altijd wil doen. De markt wil altijd naar dat punt gaan waar of heel veel mensen willen verkopen of heel veel mensen willen kopen. En dan beweeg je daar tussenin. Kan je die zones identificeren? Dan kun je veel geld verdienen in de markt. Nou, dat leren wij jullie ook binnenkort in de cursus en in de live sessies in de premium. En nu dus ook in een soort sessie die we heel kort hebben gedaan op, op YouTube. Dus dat is even een. een um, een 101 over hoe een markt in principe beweegt en hoe je dat nou tot je voordeel kunt, kunt um, gebruiken. Dus hier identificeer je een zone. Die zone wordt uiteindelijk hier perfect afgewezen. En wat gebeurt er dan? Nou, dan ga je proberen om dus weer met die nieuwe kopers naar boven toe te komen. Want je hebt hier dus nieuwe mensen. Doe mee aan de markt. Hè. Je eerste keer op 50 cent. Doe nieuwe mensen mee. Misschien zit jij daar. Misschien zit ik daar. En misschien denken we... Oh, nou, hier waren dus mensen weer geïnteresseerd in de om, om, om bij te kopen. Nieuwe mensen doen mee. En dan gaan we kijken of die nieuwe mensen die hierin gekocht hebben... of die naar hogere hoogtes willen... of die genoegen nemen met een bepaalde prijs. Nou, daar gaan we dus naar kijken. Dan, dan spoel je de markt weer een stukje door. En vervolgens kom je erachter dat hierin... Deze demand area, dat het nog een keer nodig was om terug te komen. En zelfs dat, dat je hier zo nog een keer op deze zone terug moet komen. Maar in elk geval zijn we op zoek naar nieuwe mensen in de markt die als uiteindelijk naar hogere hoogtes kunnen stuwen. Nou, wat wel jammer is, we hebben hier, hebben we nu al 1, twee en drie keer zijn we hier langsgekomen. Dus dat maakt een zone in principe minder sterk. Waarom? Nou, één keer op 50 cent is leuk. Twee keer op 50 cent is iets minder leuk. Drie keer op 50 cent, hmm, ja. We zijn er wel heel vaak op 50 cent gekomen. Waarom gaan we niet lager? Elke keer dat we tot nu toe op 50 cent zijn gekomen, zijn we dus niet naar hogere hoogtes gegaan dan dat we hiervoor hebben geconstateerd. Natuurlijk zijn er nog andere marktomstandigheden die meespelen, maar dit is gewoon puur de principiële manier om te kijken naar hoe de price action zichzelf zou vormen. Nou, hebben we hier deze weekly die demand dus afgewezen? Weer perfect. Dat is echt, echt heel cool om te zien hoe goed Ripple die demand area's respecteert. Hier kijk, één, bijna op de dollar precies. Twee, bijna op de dollar precies. Hier zo die weekly demand area. Dus, um, waar bewegen we naartoe? Weekly supply, we hebben we net hier afgewezen. Um, dan zitten we nu te wachten op een nieuwe move naar beneden toe, die waarschijnlijk uh, hier zo zou kunnen... Plaatsvinden. Even kijken. Deze is al opgezocht. Ik zou kijken naar dit prijsniveau: op dit prijsniveau. Op basis van lagere timers dan. Hier op 75 cent. Of hier op. 73,7 cent. Dat zijn mijn twee inschalpunten op basis van het verhaal wat ik net zo hebben verteld. Um, lastige price action om te lezen. Maar wel interessant project om in de gaten te houden. En zeker mits er nog nieuwe weekly demand of supply areas gevormd worden. dan is dat ook wel echt iets om in de gaten te houden. Um, daar kunnen we hem wel op afsluiten, denk ik. Lang verhaal over Ripple: twee prijspunten geconstateerd op basis van bovenstaande. Nou, bovenstaande. eerder vertelde informatie. Ik het tijd dat ik ga stoppen. Um, nou, dat was hem eigenlijk voor vandaag jongens. Dus ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het bijwonen van deze sessie. Ik hoop dat jullie nog een zonnestraaltje te zien krijgen vandaag. Of in elk geval kunnen genieten van jullie vrije of niet vrije zondag. En dan was het dus voor vandaag. En dan ga ik jullie morgen weer vergezellen met een Market Outlook video.